Oké, we nemen jullie mee naar het podium. Dit is het podium waar wij de hele dag mee hebben opgebouwd. Er staat een podium, er staat toneel, er staan speakers, licht, geluid. En wat moeten we er nog meer over zeggen, Roy? Hier gaat de hele dag zijn we bezig geweest. Hè? Hier gaat het allemaal gebeuren, morgenavond. Welkom bij deze nieuwe video van Roy en Justin Huiskens. Hartstikke leuk dat jullie kijken naar de derde aflevering van Roy en Justin Huiskens On Tour. En het is helaas ook de laatste. Ja, hoe zijn we op het idee gekomen, Justin? Ja, jij bent ermee begonnen. Ja, ik zat zelf op deze school en toen zei ik tegen de docent, ah, misschien is het leuk om het dit zo te doen. In de gymzaal. Op de Hubertus en Berghof. Op de Hubertus en Berghof, ja. Toen hebben we het voorstel voor het eerst gedaan. En dat pakte zo goed uit dat we het nog een keer hebben gedaan. Dus dit was de tweede editie van de Magic Dinner Night. Oh. Komt wel veel kijken bij een dinner show. Het is natuurlijk niet alleen maar de show die we doen. Nee, er komt heel veel bij kijken in de voorbereiding. Ja, licht, geluid, poster, techniek, fantastisch ontwerp, dus hier in de zaal. Er wordt gewoon heel veel voorbereid voor een dinnershow. Over de voorbereidingen van de dinnershow zelf. We zijn weken bezig met het oefenen voor een dinnershow. We doen natuurlijk nieuwe trucs in de show. Zeker. Deze show was helemaal spannend voor ons. We hebben licht en geluid dat mee moet. Alle trucs moeten mee en het moet wel naar de gymzaal toe. Eén dag van tevoren zijn we heel druk bezig geweest met opbouwen. Wat zal het zijn? We zijn er echt al sinds december mee bezig om alles te regelen. Het podium, lichaam, noem het maar op. Alles moet geregeld worden. Dat is niet alleen onze act. Zowel de acts moeten geoefend worden. Alles moet doorgenomen worden. Ook op de dag zelf zijn er nog repetities voor de show. En dat zijn natuurlijk ook nog voorbereidingen voordat het pas echt gaat beginnen. Best wel veel. We hebben onze eigen crew, de technici, licht en geluid. Mensen achter de schermen. Voor de kleding, een fotograaf hebben we altijd. Natuurlijk wat gasten is, we hadden een jongleur, we hadden danseressen, iemand met live muziek. En ja, de school natuurlijk ook heel veel mensen. Ja, er werkt gewoon een dreamteam mee op de avond zelf. Zonder de bedieners zijn wij niks, zonder de mensen in de keuken zijn we ook niks. We hadden een hele goede gastartiesten zoals je zei. We hadden Scott van Holland's Got Talent, hele leuke danstalenten van de Berghof. Dus het was hartstikke leuk, toch? Ja, we hebben heel veel mensen. Iemand voor de kleding hebben we achter de schermen. We hebben eentje die de trucs op en af rijdt. We hebben iemand die de show regisseert. Die moet leiden. Die moet leiden, inderdaad. We doen zelf ook heel veel achter tijdens de show. Zeker. En meestal helpen de danseressen mee om trucs op en af te rijden. En ja, alles moet natuurlijk goed klaarstaan, want de show moet in één vloeibeweging doorgaan dat het er goed en strak uitziet. Goed en strak uitziet, ja. Hoeveel tijd kost het? Ja, heel lang. In de pauze zijn wij bezig met spelletjes. We zijn niet met het spelletje bezig, helaas niet. Nee, in de pauze zijn wij aan het voorbereiden voor het volgende deel. Vaak moet je omkleden van kleding omdat je het tweede gedeelte of het derde gedeelte niet hetzelfde hebt als de gedeeltes ervoor. We zijn alle trucs aan het klaarzetten. En als dat klaar is, dan hebben we een beetje rust en voor we het weten gaat de show verder. En we bespreken het even door natuurlijk. We bespreken het zeker door. Wat vinden we de leukste trucjes? Als ik over de hele show kijk, dan vind ik in de opening, kijk even met me mee, vind ik een hele mooie truc, de ladder, omdat we die zelf bedacht hebben. Zelf is gemaakt in samenwerking met onze coach. En dat is gewoon, dat vind ik de mooiste truc. Wat vind jij de mooiste truc? Ja, die vind ik wel mooi, maar wat altijd een sterk effect heeft, is dat we binnen 1 seconde van plek verwisselen. Ja, zullen we die ook laten zien? Laten we die ook even zien. Het zou wel zijn, hè? De derde editie. Dat zou wel leuk zijn. Misschien. Blijf ons volgen, want ja, dan zie je alles. Of we hebben op Facebook, we hebben Instagram, wat hebben we nog meer? Ja, like ons op Facebook, volg ons op Instagram en abonneer op ons YouTube kanaal.
kan je hele mooie trailers zien of video's van bepaalde shows in. Ik denk dat we volgend jaar, dan hebben we weer een hoop leuke optredens. Dan gaan we jullie weer meenemen met een nieuwe tour. Ik denk dat er een nieuwe serie komt, toch? Ja, mag ik dat dan niet zeggen? Nee. Ja, er komen een hoop leuke dingen aan. Er komen heel veel nieuwe video's aan. De laatste on tour tot nu toe eventjes. Ja, hoe vaak treden we op, Roy? Oh, je gaat even een trucje tussendoor doen. Kijk, doe even een trucje voor de kijkers. Oh, wacht. Het kan nog gekker, hè? Kan nog gekker. Nee, dat kan nog. En doe ik zo. Ja, dames en heren. U ziet misschien wel deze kopjes staan. Ook van Roy Justin. En wat kaartjes. Roy, die zien deze blokken. Oh ja, kopjes. Ja. Het 5-jarig bestaan van ons. We bestaan volgende maand 5 jaar. Ons eigen Roy Justin huiskunst. Ja, we hebben hier een paar boeken staan. Van Roy Justin en van Roy's Blackwater. We hebben hele mooie nieuwe kaartjes. Kijk. Maar misschien komt er wel iets magisch voor ons 5-jarig bestaan, Justin. Het zou wel heel leuk zijn, hè? Volgende maand. Dan hou ons in de gaten via Facebook vooral. En Instagram en het YouTube kanaal. En dan zie je wat gaat gebeuren met ons 5-jarig bestaan. Vond je dit nou een hele leuke video? Like deze video en abonneer op ons YouTube kanaal. We hopen dat jullie dit leuk vonden. We hebben jullie meegenomen naar deze unieke Magic Dinner Night. Ja, en we kunnen nog één ding zeggen, hè? Dankjewel en tot ziens!